Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het is niet zo goed zichtbaar op de satellietfoto, maar er trekken wat wolkenvelden over Nederland. Toch zitten er ook gaten. In eerste instantie vooral in het noordoosten. Maar ook vanuit het zuiden komen toch wel weer opklaringen ons land binnen. En dat betekent dat we de zon af en toe zien. Het nevelige weer, dat laten we langzaam achter ons. De zichten worden beter. En vanochtend is het een graad of 4. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 5 tot 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En ook vanmiddag hebben we van tijd tot tijd de zon met wat wolkenvelden en het blijft droog. Vanavond is dat ook het geval met wat meer opklaringen tijdelijk. En dan gaat de temperatuur vooral in het noordoosten snel omlaag. Daar kan het komende nacht rond of net onder het vriespunt komen. Om vervolgens morgen weer oplopende temperaturen te hebben, naar 5 graden in het noordoosten. Tot een graad of 9 in het zuidwesten. De bewolking begint vanuit het westen wat toe te nemen. Kans op neerslag blijft toch echt heel klein. Zondag misschien in het zuidoosten. Eerst wat gespetter. Maar daarna is het ook weer gewoon droog. Tamelijk bewolkt. Net als op de maandag en de dinsdag. Zondag 7 graden. Daarna gaat de temperatuur voorzichtig iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.